Goedendag, mijn naam is Aart. Vraag eigenlijk toe diergeneeskunde zet nummer 2019. 2x over x min 1, x plus 2 is a, x plus 2 maal b, x min 1, gelijk waarom a. Dit is een voorbeeld van een partieelbreuk. Ja, wat je merkt is dat de noemer x min 1, x plus 2 verdeeld wordt over de twee breuken, noemer per twee breuken. Dus we gaan even gelijk naar een noemer, ik ga a keren x min 1, geeft dat x min 2, x plus 2 maal x min 1, plus b keren, x min 1 maal x plus 2 maal x min 1, maar x plus 2, dan merk je, noemer kunt weglaten, dus aan beide kanten stellen, krijg je 2x, is hier uit te werken, ax min a, plus bx, plus 2b. Ja, als je beter schrijft, krijg je hier, hoeveel keer x, a plus bx, min a, plus 2b. Het is gelijk aan 2x, in feite 2x plus 0 staat erin geschreven, betekent ja, dat je 2a plus b gelijk aan 2 is, en min a plus 2b gelijk aan 0 is. Ja, we gaan a en b zoeken. We gaan eerst b berekenen. Als je beide optelt, dan merk je dus, als je optelt, dat die a wegvalt. Als je over 0 is plus 3b is 2. Daarop volgt b is 2 derde. Echter, we zoeken echter a. Hoe kun je a berekenen? Dan kun je de eerste formule berekenen. A plus b is 2. B is 2 derde. Krijg je dus a plus 2 derde. Plus 2 derde is 2. Dus a plus b is 2. Dus a plus 2 derde is b. Dat betekent a is 2 min 2 derde. Dat wordt 6 derde min 2 derde, dat wordt 4 derde. Dat betekent dus uw a is 4 derde antwoord t. Dankjewel voor de aandacht en de volgende keer. Bye.